Er zijn verschillende reacties op de verkiezingslijst van Geert Wilders. Dat zagen we onder andere in Amsterdam. Die 37 zetels leiden enerzijds tot vreugde, maar soms ook teleurstelling. Ik heb niet op hun gestemd, man. Maar ja, gefeliciteerd voor ze. Ja, toch, laat maar zien wat ze doen. De voorlopige verkiezingsuitslag met 37 zetels voor de PVV leidt tot vreugde en verdriet. Dat wordt moeilijk voor ons, voor de moslims, maar... Ik ben een harde werker en ik werk hard, dus ik mag blijven. Ja, ik vind het wel echt heel kwalijk dat de PVV de grootste is geworden. Ja, maar er is niks aan te doen. Staat hier een trotse en blije PVV-stemmer? Ja, ja. Zeer, zeer zeker. Ja. Hoe bent u vanochtend wakker geworden? Nou ja, normaal zoals altijd. Maar ik was wel blij dat het zo gelopen is. Echt heel treurig. Mijn dochter is 14 en die zei... ja. Ik was altijd trots om in Nederland te wonen. En dat is gewoon weg. En dat is precies eigenlijk wat ik ook heb. Dus ik vind het echt heel, heel naar. De meerderheid heeft gesproken, daar moet je respecteren. En nu we zien wat het voor ons betekent. Ja, ik denk dat heel veel mensen daar zijn in teleurgesteld. Maar ja, dan had je moeten stemmen, zou ik zeggen. Ja, zo werkt het proces. Ik wilde altijd wel op hem stemmen. Maar het was toch een soort schaamtegevoel wat ik had van... ja, ik ga het niet zeggen PVV... Maar in mijn hart ben ik toch wel blij dat PVV het is geworden. Ik denk niet dat hij als een punt gaat meenemen wat hij in zijn politiek programma heeft meegenomen. Dat heeft hij gisteren eigenlijk al zelf al een beetje laten varen, denk ik. Wilders luistert een keer naar ons en we willen het gewoon anders hebben in Nederland. Ja, en dat vind ik gewoon goed. Kom maar op van Nederland. Ja, duidelijk, dus wisselende reacties. Ja, uit Amsterdam, hè? Ja, uit Amsterdam. Ja, dat is geen Nederland natuurlijk. In dit geval een duidelijke reportage van AT5, inderdaad, ja. Amsterdam. Wat is jouw beschouwing als je kijkt naar hoe er vanuit de maatschappij is gereageerd, Sietske? Ja, we hebben natuurlijk verklaringen al gehoord een beetje van Maurice. Maar hoe ik het ook zie inderdaad, is dat de PVV dit jaar, deze verkiezingen, echt de stem van de zwijgende en onzichtbare massa is geweest. En ik denk dat de BBB in maart was een soort startblokje eigenlijk. Die partij kwam er ook uit het niets ineens bij. En toen kwam Omtzigt natuurlijk. Dus er werd een soort... Ja, tegenstanders zouden dat normaliseren kunnen noemen. Tegenstanders van rechtse politiek. Het normaliseren van rechts. Maar dat is inderdaad wat er is gebeurd. En dit was eigenlijk een combinatie, denk ik, van een heel, heel breed ongenoegen. Dus wat er al heel lang speelt. En de kracht, zoals ik dat dan noem, van de laatste emotie. Dus het laatste moment, inderdaad, in het stemhokje nog. Die mevrouw zei het ook al even, van ik had nooit gedacht dat ik dat zou durven. Ik zou me daar... Vroeger schaamde ik mij daarvoor. De kracht van de laatste emotie, dus dat mensen de dag van tevoren nog... En ik ken die mensen, die heb ik ook gesproken in mijn directe omgeving... die of eerst FVD wilden stemmen of iets anders... ik ga toch PVV stemmen. Die emotie toch van... het zou toch... dan kunnen we misschien iets tegen die Timmermans doen. En dat leefde heel erg volgens mij, in mijn bubbel althans. Hè, als het, mijn bubbel is vrij poreus ook wel, hoor. Ik kijk ook wel echt naar allerlei soorten aanhang. Op social media ook. Dus mensen die echt fan zijn van Omtzigt, die zag ik op een gegeven moment ook meer naar PVV gaan. Dus ja, de PVV-kiezer heeft echt een voet tussen de deur gezet. En meer is het, meer moeten we er misschien ook niet van maken. Hè? De PVV is natuurlijk ook geen beweging. Hè, zoals de FVD zich voor democratie zich natuurlijk presenteert. De beweging, we moeten maatschappelijk bottom-up alles gaan veranderen. En dit was gewoon echt een signaal, inderdaad. 1 op de 4 Nederlanders die zegt, wij hebben genoeg van dit beleid van deze kartelpartijen. En natuurlijk is klimaatbeleid daarin heel, heel erg een factor. Het immigratiebeleid. We hebben natuurlijk coronatijd gehad. Heel veel ongenoeg, ook nog daarover. Volgens mij zei je dat net nog tegen mij voordat we begonnen. In verhouding veel mensen die niet gevaccineerd zijn... hebben ook op PVV gestemd. Dat speelt ook allemaal een rol. Maar eigenlijk zijn ze dus ook nu allemaal als kiezer... een beetje samen te brengen. Hè? Dus dat, jij had het over polarisatie. Maar ik zie hierin dus ook een kans om al het ongenoegen een beetje te gaan, beter te gaan zien. Hè? Dat veel meer mensen zijn dan alleen maar de
nou ja, de coronademonstranten, zullen we maar zeggen, of de FVD-kiezers. Ja. Dus dat vind ik, ik vind het heel, heel interessant. En een kans dus, juist ook om die polarisatie een keer van binnenuit eigenlijk proberen op te lossen. Door dus meer zichtbaar te maken en dat, die stem inderdaad, de schaamte uit die stem te halen. En, die, en het taboe weg te halen eigenlijk. Ja, dat is wel... ja, niet iedereen denkt daar zo over. Als we bijvoorbeeld ook kijken naar media, verschillende reacties. Bij BNNVARA liep bijvoorbeeld de gemoederen hoog op. Daarover schreef de Telegraaf. Ze gingen bij BNNVARA gingen ze elkaar een hart onder de riem steken. Dit is niet de Telegraaf wat ik wilde laten zien. Kijk, dit is hem. Directie BNNVARA na zegen PVV. Donkere ochtend. Bedreiging voor samenleving. Ja. Het is echt heel anders. Ja, dat is ook de plek waar je het natuurlijk kan verwachten. Dus waar gaat het over, Sietske? Wat is het eigenlijk? Ja, een therapiesessie of zo. Waar ze dan met zakdoeken en warme chocolademelk of zo. Ik weet niet. Maar dan gaan ze elkaar dus vasthouden en elkaar een hart onder de riem steken. Dat was letterlijk wat ze daarover zeiden. Elkaar een hart onder de riem. Nou, we hebben natuurlijk veel meer BN'ers ook gezien. En mensen die echt bang waren. En Jette had het ook over, Rob Jette had het over de tranen in de ogen die hij had gezien bij mensen. Ik weet niet of dit een eerste reactie is. Of dat we dit nog weken en maanden gaan zien. Dan krijg je een soort TDS, hè, Trump Derangement Syndroom, zoals ze dat noemen. Dus dat je in die emotie blijft hangen. Jarenlang volgens mij inmiddels in Amerika. In Amerika denken ze nog steeds dat Trump de nieuwe Hitler is. Ja. Harm, hoe kijk jij naar de... Als iets polariserend is, dan zou het zijn dat de mainstream media dit verschijnsel, hè, waar we nu naar kijken, hè, die traumasessies en zo, wat zo wordt opgeblazen, wat zo wordt gecultiveerd straks, als die mainstream media hier echt werk van gaan maken, dan kan dat nog maanden doorgaan. Mm-hmm. En dan wordt het gewoon een heel nieuw verschijnsel. Weet je, maar wat je natuurlijk ziet, is dat de gewone democratische basisprincipes worden hier gewoon te grabbel gegooid. Als je nagaat wat wij allemaal hebben moeten verduren. Ik wou net zeggen. Vanaf 2000, vanaf het feit dat vanaf het moment dat Pim Fortuyn werd vermoord, hebben wij dat allemaal moeten slikken. Hebben we allemaal ons moeten inhouden. En wat we denk ik vergeten bij die uitslag van die verkiezingen nu, is dat die hele verelendung, om maar een oude marxistische term te gebruiken, gewoon tot een kookpunt is gekomen. Al die crisissen die er zijn, de stikstofcrisis, de boeren die worden weggesaneerd, de vissers die al bijna niet meer bestaan in Nederland. De arme mensen die afhankelijk zijn van uitkeringen, die 's winters hun verwarming niet durven aanzetten, omdat ze bang zijn dat ze de rekening niet kunnen betalen. Het gaat heel ver. Ja. Mensen die aan de pomp voor hun oude Opel Corsa'tje van 25 jaar oud. Hè. Nederland heeft het oudste autopark van heel Europa. Hè, die benzine niet meer kunnen betalen en een keuze moeten maken tussen een volle tank of een volle boodschappentas. Weet je, zover is het gekomen. En ja, nu accepteren mensen dat. Nee, de grens is inderdaad al lang bereikt. Hè? Dus voor veel mensen. En daar komt ook nog bovenop natuurlijk dat mensen in deze groep, hè, die worden al jaren ook natuurlijk tokkie genoemd, wappie genoemd. Ja, racistisch, domrechts. Het schelden wat we zien natuurlijk. Soms in verdekte termen natuurlijk. Het wordt ook allemaal heel keurig gebracht op de televisie. Hè, van wie zijn die mensen en dat soort. Maar dat is ook beledigend. Dat voelen mensen aan. En de boeren kunnen we natuurlijk ook nog noemen. Dat is... Maar laten we eerlijk zijn, als Timmermans gisteren 76 zetels had gehaald, dan hadden hier ook geen ballonnen gehangen. Nee. Nee, natuurlijk niet. Maar dan. Nee, maar dan had het dan wat. Nee. Dan had iets vergelijkbaars aan de andere kant ook plaatsgevonden. Ik bedoel, dat was onmogelijk. Ik bedoel, hè? Nee, maar ik bedoel alleen maar van. Nogmaals, dit is even een fase van rouw. En er gebeuren hele rare dingen. Als dit over 2 weken nog steeds zo is, dan kunnen we er eigenlijk pas echt over spreken. Ja. Zo moet je het ook wel bekijken. Dat is ook, ik denk dat je inderdaad in de context moet zien allemaal. En ook wat ik veel om me heen hoor is ook, is PVV niet ook weer meer pappen en nat houden? Hè? Want jij zegt al van, het is helemaal geen bedreiging eigenlijk voor de macht. Hè? Want ze kunnen hem er een beetje zo uit gaan werken weer. En hij is ook niet heel kritisch natuurlijk op de globalistische elite, zullen we maar zeggen. Vinden veel mensen ook moeilijk. Dus hij voldoet niet aan ieders
wensen, zeg maar. Oh, is hij voldoende in staat om echt een tegenmacht te worden? Maar wat, dus nou, vergis je, we zijn wel een, de ballonnen zijn niet we zijn, uit. We zijn wel een volkspartij natuurlijk. Hè? En ik denk, wil je dingen veranderen in Nederland, dan moet je ook een volkspartij willen zijn. Mm-hmm. En Forum voor Democratie bijvoorbeeld, die wil dat niet. Weet je wat verstandig zou zijn? Dat is toch heel elitair. Dat is meer een lifestyle community, weet je wel. Die graag op hun eigen festivalletjes praten over 9-11 en de maanlanding en zo. Maar waar het ons veel meer om gaat, is die boodschappentas, weet je, of die vol is of niet. Ja. Ja, maar wat ik denk wat verstandig zou zijn, als hij binnen 1-2 weken een soort overwinningsspeech houdt, die goed geschreven is en die verbindend is. Ja. Het is logisch dat je dat niet op die avond zelf doet. Ja. Maar dat je gewoon echt een speech maakt van een half uur. Ja. Waarin je ook best onderkent dat een aantal dingen misschien wel niet zo netjes of goed gezegd zijn. Ja. Ja. En dat hij zegt, dit is mijn plan voor Nederland. Ja. En met dit plan roep ik andere partijen op om hierbij aan te sluiten. Hij heeft een grote groep die hij daarin dan ook zou moeten overtuigen. Maar hij moet het doen nadat hij de winnaar is geweest. Ja. En dit, omdat het toch niet is, dan kan hij best nog even een week wachten. Maar hij moet over een week moet hij een reden houden van pak een beetje half uur, die goed geschreven is, goed nagedacht. Dat wil ik wel doen voor hem. En de premier van alle Nederlanders. Dat moet hij zeggen. Dan wordt hij. En als hij dat doet, dat gaat een grote impact hebben op de rest van de campagne. Ja. Op de rest van de formatie. Mooi achter zo'n de impact nu is dat er zelfs demonstraties zijn. En dat zagen we ook in Utrecht, dat er demonstraties zijn tegen de verkiezingsuitslag. Ja. Misschien ook even goed om helder te krijgen. Harm, als je demonstreert tegen een verkiezingsuitslag, demonstreer je dan ook tegen democratie? Ja, dat dacht ik wel. Absoluut. Ik heb getweet vandaag van al die leraren maatschappijleer zijn vergeten hoofdstuk 1 te behandelen met al die kinderen, weet je, waar het eigenlijk om gaat. Ik begrijp er ook niks van. Ik vind het is wel een hele kleine minderheid die dit doet. En het is natuurlijk altijd Amsterdam. Ik weet niet, of was dit Amsterdam of Utrecht? Dit was Utrecht. Oh, Utrecht. Ja. Oké. Okay. Ja, dan heb je ook wel de meest linkse steden te pakken. Dat zijn de meest linkse steden. Maar dan nog. Dat is de belt, zeg maar, de linkse belt. Maar dan nog, dit zijn wel al die middenklasse jonge mensen die allemaal keurig gestudeerd hebben op de UvA en de Universiteit van Utrecht enzovoort. Mm. En die staan hier gewoon. Onverschaamd staan ze te demonstreren tegen een Gereageerd? Hoe heeft de PVV en hoe heeft Wilders gereageerd op deze onvrede? Dat weet ik niet. Dat weet je niet? Dat weet ik niet. Nee. Geen idee. Het is wel mooi, want ze maken hier een soort haagje ook. Hè? Daar kun je dan doorheen lopen, toch? En dan krijg je een soort solidariteitsdouche of zo. Ja, besprenkeld. Ja. Het is een ritueel. Ik zie dit echt als een ritueel van mensen die denk ik echt oprecht bang zijn voor extremisme. Ja, maar het is een ritueel van weldenkend Nederland, hè? Althans, zo zien ze zichzelf. Ja, die worden gesteund door weldenkend Nederland, omdat deze mensen geen gevaar zijn voor de zittende macht. Mm. Daarom worden deze mensen gesteund. Want die zijn heel makkelijk te manipuleren. Heel makkelijk bang te maken. En het zijn volgers. Zo zie ik dat. En daarom zijn ze nu zo bang. Bevangen door angst. Ja. Ja, bij de Tweede Kamerverkiezingen hebben nog nooit zoveel mensen gestemd op PVV. Als we nou teruggaan naar de hardcore PVV-stemmer, als je die zou beschrijven. Ja, nou, daar heb ik over de jaren een aantal boeken over geschreven. Het boek Bakfietsen en Rolluiken. En over de tegeltuinen die je vaak in de PVV-wijken zag. En de rolluiken, vaak vooral in het zuiden van het land, waar de PVV ook sterker is. Het is vaak als een partij wat kleiner wordt, gaat het wat meer terug naar de ijzeren voorraad. En die zat vooral in gebieden met veel. Eigenlijk de lagere middenklasse, zeg maar. Ja. Van net niet helemaal arm, maar toch wel kwetsbaar. Gebieden met veel industrie die deels verloren is gegaan. De Mijnstreek bijvoorbeeld, de Veenkoloniën. Oost-Groningen, Drenthe. De overloopgemeenten van steden, zoals Almere, Lelystad, Spijkenisse. Sowieso de havenplaatsen ook, bijvoorbeeld rond Rotterdam. Maar je ziet nu wel, met zo'n grote groei wordt dat. Het clichébeeld van een partij vanzelf ook wat minder. Nu zien we toch van, dit is nu eigenlijk gewoon de grote rechtsconservatieve partij.
Ja, de PVV lijkt dus steeds meer een bredere volkspartij te worden. Hoe verklaar je dat, Sietske? Nou, wat ik net al even aanstipte. Het is natuurlijk ook echt wel een emotionele stem, een strategische stem. Dus een beweging zie ik nog niet zo snel. Maar het is wel een eerste aanzet, denk ik, tot inderdaad een stabilisering van rechts, zoals ik het zou willen noemen. Dus het is niet meer fringe, het is niet meer van, je zit niet meer op de randen, je hoeft je niet meer te schamen. Je kunt daar ook wel openlijk voor uitkomen. Dat zie je ook om je heen een beetje gebeuren. Dus dat is denk ik een heel belangrijke les die we deze week kunnen trekken hieruit. Zie je dat ook zo, Maries? Ja, het kan ook. De volgende keer kunnen ze naar een andere plek fladderen. Het is ook een beetje het moment wat daar is. Maar er zijn ontzettend veel stemmers aan de rechterkant. En die zijn een tehuis kwijt bij de VVD. Die zijn een tehuis kwijt bij het CDA. En die moeten ergens terechtkomen. En dat is wat er momenteel gebeurt. Maar het zou zo kunnen zijn dat de volgende keer meneer die we nu niet eens kennen. Ja, maar dat ook hangt, ja. Maar het hangt van Wilders ook af. Ja, het is een fundamentele ontwikkeling die er wel gebeurt. Het hangt van Wilders af, maar het hangt ook af hoe moeilijk hij hem gemaakt wordt als hij daar zit. Want bedoel, je hebt het net even gezegd hoe je dan in 2012 als de wegloper wordt geafficheerd. Met deze krachten, zeker in de media en zeker, laat ik zeggen, bij op bepaalde sleutelpartijen, zal als Wilders daar zit, zou het best kunnen zijn dat ze maximaal proberen om hem daar zo snel mogelijk weg te krijgen. Mm-hmm. En dan weg te krijgen of in ieder geval zijn aureool af te breken. Ja. Het aard van die partijen is ook wel, dat zeg ik ook heel vaak, het is zeker die 40% harde kern, die aanhang. Dat zijn een soort voetbalsupporters bijna. Hè? Dus als jij lelijke dingen zegt over Wilders of je frustreert hem in zijn ambitie, dan krijgt dat de gevestigde orde dat als een boemerang terug. Ja, maar dan zijn dat nog steeds op de, laat ik zeggen, ja, de basis is zoiets van 15 zetels of zo. Ja, ja, en toen de BBB kwam, toen haalde die maar een tegenwaarde van 7-8 zetels. Mm-hmm. En dat is nog maar een half jaar geleden. Ja, maar omdat er alternatieven waren. Ja, maar ik zeg alleen, er is ook een kans dat er een alternatief komt de volgende keer. Vooral als een nieuwe partij. Nou ja, of een afsplitsing of wat anders. Ik bedoel, dat kan je niet voorzien. En dan kan het weer zijn dat naar die andere kant gefladderd wordt. Maar dat is in de toekomst kijken. Ik denk dat als hij het slim speelt, en ook zeker, ik vind die overwinningstoespraak vind ik zo cruciaal. Ja. Omdat hij anders direct in die formatiegedoe zit. Ja. En dat hij wordt dan alleen maar geafficheerd door de media. Maar hij heeft nog niets. Hij heeft een soort toespraak van 3 minuten enzovoorts. Nee, hij moet een fundamenteel verhaal gaan houden. Ja, ja. En dit is mijn plan voor Nederland. En dit, waarbij hij een deel van zijn oude jas wat afwerpt. Ja. Omdat hij in een andere positie zit. En dat mag hij. En wat ik ook denk, wat hij moet doen, hij moet niet krampachtig houden, maar ik had toen wel gelijk of zo. Nee. Hij moet zeggen, in die positie heb ik dat gezegd, omdat ik dat op dat moment belangrijk vond. Maar onder de huidige situatie waar de maatschappij zich zo ontwikkelt, is het veel belangrijk om te zoeken naar de verbinding. En dat dan is goud. Daarmee heeft hij goud in handen. Ja, maar als hij dat namelijk niet gaat doen, wordt hij in de komende week door de media voortdurend op een bepaalde manier geframed. Ja. En hij moet zijn eigen frame zo snel mogelijk neerzetten. Ja. In een goed geschreven reden. En overtuigend ook. Dus Koranverbod eruit en het verbod op islamitische scholen. Ook uitleggen. Duidelijk dat daarover. Dat hebben ze ook over het slavernijverleden gedaan. Dus Rutte ook gedraaid. Dat hij ook zegt, ik heb met mensen gesproken die daar erg veel pijn van hebben. Mm. En dat was ook mijn bedoeling niet of zo. Ik bedoel, je kan ontzettend veel dingen zeggen waarbij je en je mag best toch in het verleden kan je toch ook wel fouten gemaakt hebben. Ja. En ik denk dat als hij dat doet, dan is het een nieuwe Wilders. En als hij dat niet doet, wordt hij de komende weken en langer voortdurend geframed door de mensen die hem eigenlijk zo snel mogelijk weg willen hebben. Ja, ik vind het een heel goed advies. Absoluut. Hij zet dan echt iets neer. Ik zie het ook wel helemaal voor me. Nederland zit aan de buis gekluisterd. Een half uurtje. En het kost hem ook eigenlijk niks. Het Koranverbod, wat is hem dat waard? Het is natuurlijk, hoe gaat het dan? Hoe zou het dan? Het is een boek ook nog eens. Het is een
Het kan niet. Dat doe je niet. Ik bedoel, dat is geen oplossing nergens voor. En ook het sluiten van islamitische scholen niet. Want dat gaat over bijzonder onderwijs. Dus dan zitten we ook met de christelijke scholen. 23, ja. Niemand wil dat. Niemand wil die verdeeldheid tussen de islamitische gemeenschap en Nederlanders. Dat zijn we wel voorbij, denk ik. De laatste woorden. Ik kan bijvoorbeeld dan ChatGPT vragen om een goede reden voor Wilders te maken. Ja? Ik denk dat je ook aardig wat input hebt gegeven in deze uitzending. Hopelijk kijkt hij. Misschien bereikt het hem. Nou, daar zorg ik wel voor, ja. Ja, nou, kijk.